Het licht van de zon die knalt echt mooi op dat riet hier voor mij. In mijn vorige video heb je kunnen zien dat het toen niet helemaal lukte met het maken van een mooie foto. Maar ik denk dat hier bij het Zuid-Ladermeer wel eens helemaal goed moet gaan komen. Zo, laten we eens beginnen met het beklimmen van deze uitkijktoren. Want volgens mij hebben we vanaf hier wel een mooi uitzicht. Volgens mij kan ik nog één hoger zelfs. Of niet? Nee, dit is het hoogste punt. Oh, ik denk dat het... Nee, dit is echt het hoogste punt. Ik dacht dat ik nog eentje hoger kon. Mijn plan om vandaag hier bij deze steiger achter mij een foto te gaan maken is een beetje... mislukt al, want ik ben niet de enige die vandaag vroeg is opgestaan. Want er is nog iemand die hier nu op de steiger staat. Die gaat hier vissen. Dus ja, ik ga dan hier een foto maken. Is dan niet zo handig. Ook de zonsopkomst is meer nu aan de linkerkant. Dus ik moet of een stuk doorlopen of ik moet een stuk terug. Want hier terug achter mij is een boom, een dode boom. En dat leek me ook wel mooi om even op de foto te gaan zetten. Dus ik denk dat ik eerst even een stukje terugloop. Kijken of daar een mooie plaat in zit. En anders loop ik nog een stuk verder. Want hier zijn ook sowieso nog heel veel mooie stukjes om te fotograferen. Dus we gaan even kijken. Maar de steiger worden we in elk geval niet vandaag. Toch even geswitcht van lens. Ik had eerst even mijn 70-200 erop. Alleen ik denk dat het toch met een groothoeklens iets mooier is. De lucht is in elk geval fantastisch. Ik heb hier voor mij nu twee bomen. Volgens mij daar ergens. Ja, het geeft gewoon een leuke compositie. Voor mij is de ene boom hartstikke dood en de andere niet. Maar het zijn wel leuke plaatjes met deze mooie kleurrijke zonsopkomst. Echt super. Echt top. Ik schiet vandaag gewoon weer op f11. ISO 100. Sluitertijden van rond de seconde zie ik. Veel lawaai hier op de achtergrond van allerlei ganzen. Filters, medium verloop en een reversed verloop. Reversed verloop is een nieuw filter die ik sinds kort heb. En eigenlijk hetzelfde als een ander verloop filter, alleen is die eigenlijk precies andersom. Dus je hebt eigenlijk het donker gedeelte in het midden van het filter, zodat je bij een zonsopkomst of zonsondergang, als je dan echt veel licht in het, op de horizon hebt, dan blokt hij mooi daar eigenlijk de hooglichten. Dus dat is een nieuw filter die ik nu aan het uitproberen ben. En dat werkt best wel aardig, moet ik zeggen. Dus dat is wel top. Ik wil eigenlijk zo meteen nog even een stukje die kant op lopen. Denk niet om te fotograferen, maar volgens mij is er wel een heel mooi stukje om het water. Dus misschien voor een andere keer om te gaan fotograferen. Dus daar gaan we zo nog even heen. Nou, eerst ga ik hier nog even een paar plaatsen schieten. Thank you.
video niet lukte om een mooie foto te maken, lukt het vandaag wel. Het licht van de zon die knalt echt mooi op dat riet hier voor mij. Heel erg mooi. Heel tof, heel tof. Ik ga dingen nog even proberen om met mijn 70-200 hier een foto te maken. Ik denk dat het misschien wel heel mooi kan zijn. Mooie close-up van die boom misschien. Even snel lensje wisselen. Even snel wat foto's maken nu, voordat het mooie licht weg is. Maar ik zal zo meteen wel even uitleggen wat ik allemaal aan het doen ben. Nou, dat was het waard om vroeg op te staan. Of vroeg viel ook al mee. Ik was hier rond een uurtje of 7. 8 uur kwam de zon net op. Dus, maar het was het zeker waard. Het is wel koud. Het ligt rond het vriespunt. Vandaar mijn handschoenen. Maar ja, wat ik al zei, het was het waard. Ik begon natuurlijk met mijn grote glens. Toen was het nog mooi kleurrijk. Kleurrijke lucht hadden we toen nog. Die foto's ben ik niet helemaal zeker van. Maar zeker toen de zon zich liet zien en ik ging switchen naar mijn 70-200 lens. Ja, toen was het wel heel gaaf. Ik heb toen wat verschillende foto's gemaakt. Op een gegeven moment heb ik mijn ISO nog wat verhoogd naar 800. Om wat snellere sluitertijd te krijgen. Want het riet voor mij, dat beweegt nogal. En ik had het idee dat met de langzame sluitertijd, die beweging. Ja, ik weet niet of dat kan soms heel mooi uitpakken, maar soms ook niet. Dus ik heb even wat verschillende foto's geschoten. Maar ik weet eigenlijk wel zeker, tenminste ik heb het net een beetje kunnen zien op het kleine schermpje, dat er wel wat bij zit. Dus deze video gaan we zo meteen zeker afsluiten met een mooie foto. Dan ga ik nu nog even een stukje die kant op lopen. Want zoals ik al eerder zei, daar heb je een stuk met water. Daar wil ik nog even kijken. Niet om nu een foto te maken denk ik, maar meer even om te weten of dat misschien een mooie locatie is voor een andere keer. Het is best nog wel even een stukje lopen vanaf de plek waar we net stonden. Maar we zijn er bijna. Bijna bij het stukje wat ik gezien heb. Wederom op Google Maps. Een gebied met mooie stukken met water. Als ik nu zo voor me kijk, denk ik van, wow, ik weet het niet. Het is aardig vlak allemaal. Maar wie weet is er toch een plekje die misschien de moeite waard is om nog een keer naar terug te keren. Zeg geen verkeerde plek. De zon komt namelijk heel mooi hier achterop. Dus met de juiste compositie kan je hier denk ik wel een leuke foto maken. Je hebt helaas daar in de verte wat huisjes. Dus ik zelf vind dat vaak niet zo mooi. Maar ik denk als je er een beetje vanaf deze kant een foto neemt, dat je eigenlijk wel dat uit je beeld kunt houden. En met het riet zo. Stukken water, zo'n mooie kleurrijke zonsopkomst als vanochtend, kan het wel eens heel mooi uitpakken.
Dus wie weet keer ik hier nog een keer terug voor een mooie foto. Wie weet leg ik dat ook nog eens vast in een video voor jullie. Het is in elk geval voor de vogelliefhebbers ook een heel mooi gebied om heen te gaan. Heel veel vogels hier. Dus dat is wel heel gaaf. Goed, het is mooi geweest voor vandaag. Ik loop zo een rondje weer terug naar mijn auto. Ik kan hier heel mooi rondlopen. Dus dat, ik hoef niet helemaal weer terug gelukkig. Dat scheelt. Dit was het voor vandaag. Ik bedank jullie weer voor het kijken. En dan zien jullie nu de foto's.